Een man is even voor 8 uur vanavond gewapend het NOS-gebouw binnengedrongen. Onder bedreiging van een wapen eiste hij zendtijd. Ik wil heel graag naar huis. Ja, dat snap ik niet meer. Ik ga niet jou in de weg zitten. Nee, dat snap ik. Met het risico. Ja? Ja. Oké, en ik ben blij dat je ook wilt dat ik vanavond naar huis. Ja. We moeten zorgen dat jij dit... Ja, dit is met een reden gedaan. Tuurlijk, ja. Ik hoop dat hij... Zou u daar willen zitten dan, straks als ik moet beginnen? Ja. Kom maar naar binnen. Ga zomaar weg. Onderhandelaar. Waarom zit ik zo gehandicapt? Mag ik op? Als ik meewerk, dan moet het maar doen. Ja, is goed. We zullen gewoon consequenties, weet je wel? Nee. Wie zien dat zwart daar ook? Word ik weer. Wie is dat mooi? Wat? Dat is open. Gaan er nog meer politie? Rechtsboven bij jullie? Wat is dat? Gooi even op elk hostage plakband op hun mond. Deze luisteren niet. Het is normaal richten alleen maar. Dat hoort er gewoon bij, niet de portret dat zeg, joh. Collega. Ja, toch. Ja. Zal ik alvast beginnen met het hacken van de laptops? Ja, is goed. Zodat we direct helemaal live zijn op het internet. Ja, is goed. Begin maar vast met het hacken, kom zo. Luister, ik wil Storm hier beneden hebben. Hij moet zo meteen even voor mijn positie hier iemand hostage hebben, zeg maar. Want ik moet dan even video opnemen. Kom maar naar binnen. Je mag even ijs. Ah, ik kan ja, we hebben heel veel eisen. Mm-hmm. Ja, waar het om gaat, we willen de Zulu uit de lucht. We hebben geen Zulu. Nou, als die komt, dan geen Zulu aankoppelen. Oké, okay, wacht. Laat me heel snel een lijstje. Laat me dan een notitieblokje pakken, want dan je zegt veel uit. Is goed. Kijk hoor. Ja, eerst geen Zulu. Oké, okay, luister. Geen Zulu in de lucht. Vrije doorgang. Ja, ja, ja. 3 seconden voorsprong. Hallo? Heb je dat? Hallo? Meneer, hallo? Hey, je gaat. Yo. Yo, ja, ik praat de hele tijd. Ik heb alleen geen Zulu, verder hoorde ik u niet meer. Oké, geen Zulu, 3 seconden voorsprong. Ja. Jullie motors staan uit. Oh, 2 tellen. Ja. Oké, vrij doorgaan. Ja. Voor de rest. Heeft iemand nog een ijs? Pas schieten als wij schieten. Oh ja, de punten mogen tegen de oude politie AB. Ja. En pas schieten als wij schieten. Oude AB? Ja. Als en ik wil hierbij nog even iets melden. Zien wij dat jullie toch invallen of niet aan de ijs houden? Schieten we de hostages dood. We hebben een belofte gemaakt dat we niet geven om ons leven. Dus mocht er iets gebeuren, of we gaan dood, of we komen hier levend weg. Heb je dat begrepen? Oké, ik heb ook nog een ijs. Ik ga even de ijs halen. Luister, er is een reden waarom wij deze plek hebben gekozen.
Dus ik ga nu een videoboodschap nemen voor de hele stad. Verwacht geen gekke dingen. Mijn linkerhand hier, die gaat het overnemen. Storm. Hallo? Hallo? Ja, maar gewoon dat hij akkoord moet gaan. Ik en Thijs gaan nu even video opnemen, dus we willen absoluut stilte. Pasje. Ja, nou schiet ik alle servers dood, ja? Alle servers dood. Ja, is goed. Mij niet, alsjeblieft. Ik heb gewoon een schoen van vanaf. Ik kom een beetje bang over. Ja, dan. Kom je mee op instaan? Kijk maar wanneer we zijn live in 3, 2, 1 en we zijn live. Alright, burgers van Maarseveen. Zoals jullie zien, Meester Shepper Rashid is back. En hij is niet alleen back. Dus wees maar voorbereid, want de komende weken gaat het heftig worden in de stad. Heftig. Oh, ik ben zo bang. Oh. Wat is... Zoals je ziet hebben wij hier nu een gijzeling, dus ja, ik zal me oppassen, want het gaat chaos worden in de stad. Het enige wat ik jullie nog wil vertellen is dat jullie bang moeten zijn, want jullie gaan gecheft worden, één voor één. Mijn collega komt nu mee en dan laat hij zien wat wij nu allemaal hebben bereikt hier. Volg mij, collega. Zoals jullie zien hebben wij heel veel hostages en zitten we in een onderhandeling. Dus wees maar voorbereid. Wij gaan er nu vandoor, collega, je mag de servers kapot schieten. Ja toch. Ik doe nog deze USB dat ik nog even achter in één server en die laat ik leven. Dit zal heel de stad zijn, ja? Dat is goed. Dat hoe jullie hebben het gehoord dan? Ja, video is opgenomen. Was hij een beetje goed of niet thuis? Ik ga nu alle servers kapot schieten. Dat is goed. En hey, Shaheen. Ja, even rug. Kan je heel even op gemeente-apps kijken? Negatief. Hij zegt gesteld, hij gaat overleggen. Oké, Luca, ik ga als eerste landen op het dak, ja? Ik ga nu beginnen met het schieten van alles, zo. Wat zeg je dan, Tim? Wie schiet? Dat ben ik schiet alle servers kapot. Hij is goed. Alle servers zijn kapot, behalve eentje, en die gaan nu helemaal over beneden. Hoi. Het pers, het is pers. Ah, die stuur hem wel weg. Ik stuur hem al weg, ja. Ah, luister, die heli mag weg. Hij is wel weg. Stuur die maar weg. Nee, die heli is weg, man. Nee, kom. Stem, hoor. De tweede heli komen. Leuk, kom. Ah, tweede heli mag komen. Ga alvast drie man op de dag. Alvast klaarstaan, boys. We moeten trekken wegsturen, die heli. Degene die met de andere heli gaan, mag ook eens gewoon. Ik ben er boven. Staan er drie man al op het dak of niet? Hé, iemand moet deze hostage hierboven even meenemen. Ik sta op het dak. Leuk. Luke, ga maar naar beneden. Andere kant. Ik sta op het dak. Mag even opstaan. Lijkt me mooi. Ga direct bij het dak, ga ik pas los. Double in. Is de volgende Luke, ben je ook bijna boven? Hé, luister, boys. Ik wil simpele status. Zijn er drie mensen boven of niet? Negatief. Nog twee mensen nog komen. Één uit. Nog twee mensen kunnen instappen. Ga maar twee in. Ik ben er. Ah, oh, ik kom nu weg. Ook nog één iemand. Vlieg weg. Nog één iemand kunnen instappen. Ja, goed. Vlieg maar weg. We gaan in de laatste, ja? We gaan in de laatste. Ik ga vast naar boven, collega's. Oké, laten wij maar alvast naar boven gaan. Wij zijn weg al. Is goed, dan mag de laatste helikopter komen. Die mag met spoed.
Eerst de heli is veilig. Ik ga hier te smakelijk, hè. Wie bestuurt de laatste heli? Ibi is de laatste bestuurder. Sta je al op het dak? Even een momentje, die mijn controller doet het niet. Oké. Mag gewoon een beetje opschieten. Mag je blijven staan? We hebben wel tempo nodig, anders gaan we dood. Anders gaan we hier niet meer wegkomen, denk ik. Als de eerste heli gewoon weer kan, Justin. Misschien kan Justin terugkomen? Mijn heli is weggezet en ik heb geen heli helaas. Kan zo snel mogelijk komen, Tom. Kom zo snel mogelijk, zegt hij. Luca, kom zo snel mogelijk. Hij zet mij en jullie nu af en dan komt hij naar richting jullie. Er zat nu een heli op het dak. Hij wij stappen in die heli. Mag ik met je mee zijn? Laat hem maar los. Laat hem maar los. Kan iemand even stoel 2 gaan? Ja, tuurlijk. Ja, ik zit erin. Gaan. Ja, boys, gaan, baby. Gas op die lolly. Dus ga schieten, pas op. Doe je niet. Rui. Wij zijn hem verdiend. Gaan we eruit. Alright, let's go, boys. GG. Vlieg maar naar... Naar Krillam. Er wordt de helikopter geschoten. Skip dat. Hoi, de video gaat over de hele wereld bij de bad boys. Lekker man.